Ik werd naar boven gesleurd, naar de zolder, en kreeg met een stok, bijna 12 stokslagen, omdat ik bijna 12 jaar was. Fysiek ben ik heel vaak geslagen, ja. Soms met de houten lepel en zelfs met de houten stok. Ze kwamen altijd met Jehovah God aanzetten, ja. Nou, ik wist al heel lang dat dat godsbeeld, dat Jehovah God, zo niet zou zijn. Het dubbelleven leidde was dat ik stiekem dingen wilde gaan doen wat niet volgens de regels van het Wachttorengenootschap waren. Daar, ik hield van toneel en ik vond het heel jammer dat ik nooit aan carnaval mocht doen. Ik herinner mij nog het moment van carnaval 1983, dat ik in het geheim op school ging repeteren voor het tompraten. Na afloop van de carnavalvakantie was mijn moeder leesmoeder in mijn groep en nog zelfs ook in de groep van dat jongetje Koen, waarmee ik mijn ek opvoerde en die van geen kwaad bewust tegen mijn pleegmoeder vertelde hoe goed ik niet was. Toen ik dus thuis kwam, kreeg ik echt plakslagen in mijn gezicht, waar mijn pleegzus en mijn echte zus bij zat. Ik werd naar boven gesleurd en ik kreeg 12 stokslagen. Ik vergeet dat nooit meer van mijn leven. Een van die momenten, de geestelijke intimidatie, dat was nog veel erger om dat als kind mee te maken. Hè? Van je bent waardeloos, je kunt niks. Heel stiekem moest ik een dubbel leven leiden. Ik genoot ervan. En dat was de wereld op school. Maar als ik over het grasveld weer naar de wijk Kurijnstok liep, dan wist ik, ik kom weer in de wereld van het geestelijk paradijs, de Jehovah-getuigen. En dat was heel anders.